Zo, vol hit. Weer een minder. Vandaag ben ik in een ander soort setting. Vandaag ben ik op de bank in mijn woonkamer. Dit is dus ook de eerste video waar ik op de bank ga gamen. Vandaag gaan we Starlink spelen. Maar voordat we verder gaan, wil ik jullie even vertellen over een giveaway. Ik ga namelijk 3 prijzenpakketten weggeven. Waarin ten eerste een Starlink pet zit. Een shirt. Oh, nee, dit is niet de print hoor. Dit is de print. Een shirt en een super vette sleutelhanger met een chip en heel veel buttons. Dus dat ga ik 3 keer weggeven. En wat je daarvoor moet doen, vertel ik later in de video. Ik heb hier nog iets. En ja, dat kunnen jullie ook winnen. Want als wij minimaal de 3000 likes halen, ga ik dit starterpakket weggeven met een schip. Met 3 wapens, met een poppetje en een stand waar je schip op kan zetten. En hier rechtsboven staat dat de stem van Dylan Hagens erin zit. Dus dat is nog een leuke toevoeging. Die kunnen jullie dus ook winnen in de volgende video. En. Er is heel veel en. In de volgende video ga ik dit spel samen met iemand co-doen. We gaan maar lekker beginnen met het uitpakken. Ik ga ook nog de game spelen. Je kan je eigen schip bouwen. En je hebt een soort stand op je controller. Die zit hier ook in dit pakket. En daar zet je je schip op. Je kan de vleugels veranderen, het schip zelf. Je kan je piloot veranderen, je kan je wapens veranderen. En andere enemies hebben ook weer andere wapens nodig. Dus andere wapens zijn weer sterker tegen bijvoorbeeld een alien. En andere wapens zijn weer sterker tegen een megahond. Ik noem maar wat, ik weet niet eens of die in de game zit. Waarom zou er nou een megahond in een ruimtespel zitten? We gaan maar beginnen met het starter pack uitpakken. Dat ben ik vergeten. En de PS4 versie zit erbij. Yup. Hier is het dan. Check dit. We hebben een wapen. Het is een soort flamethrower. We hebben een minigun. En we hebben een ijswapen, gok ik. En we hebben ook een piloot erbij. Hier. Ja, nu kunnen jullie het nog niet zo goed zien, maar ik laat het zo beter zien. Dit schip kunnen jullie wel zien. Check hoe groot die is. En hier zit dus ook de stand bij die op je controller kan. Ik ga als eerste de stand uitpakken. Hier hebben we de stand, dan maak ik hem even los. Dan moet je dus met USB in je PS4 doen. En dan kan je die dus gebruiken in de game. Ja, ik vind het wel een heel vet idee. Met die schepen kan je gewoon spelen. Dat vind ik ook zo leuk. En dan heb je dus hier je sappige PS4 controller. En dan doe je hem zo. En zo zit hij vast. Dan doe je hier je piloot op en dan schip en zo. En dan staat hier dus een schip boven je controller. Het is ook niet dat het echt in de weg zit. En het is ook niet heel zwaar of zo, wat wel fijn is. Bam, hier hebben we hem dan. Laat hem even zo zien. Dik. Je kan dus ook de vleugels eraf halen en switchen. Dus als we nu de controle pakken, zo. Nou, eerst moet er eigenlijk een piloot op, maar ja. Zo, en heb hier dus je schip op. Wat heel dik is. Ik vind het zo vet, ik doe even een sideshot. Zo. Ik vind het echt heel vet. We halen hem weer even vanaf. De piloot. Dit is de piloot. Dus deze slide je zo erop. En dus dan kan je zo je schip erop doen. En dan zie je hem erin zitten. Zo, de piloot hier. En dan gaan we nu de wapens uitpakken. En die kan je dus op de vleugel zetten. Dus we hebben hier de flamethrower, I guess. We hebben de minigun. En we hebben de ice gun. Dus die kan je plop. Doe ook wel even de minigun. Zo. En dan zit ze aan de zijkant van je schip. En ik ga nu ook deze uitpakken, want ik heb nog veel meer dingen zoals je nu achter me ziet. Oh, yeah boy. Dik. Ik vind dit schip zo geweldig. Dus deze hebben we nu uitgepakt. En heb ik hier nu 2 wapenpacks. En ik knip wel even tot het moment dat ik deze heb uitgepakt. We hebben deze soort minigun ice gun. En de iron fist, die ik heel dik vind. En we hebben een soort punt. Allemaal heel dik. Ik heb hier dus meer dingen, maar die ga ik dus in een andere video uitpakken. Ik denk dat we nu maar lekker gaan gamen. Jullie zien nu beeld. Hopelijk. Starlink Battle for Atlas. Ik heb trouwens de Deluxe Edition gekregen van Ubisoft. Super bedankt. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik heb echt letterlijk niks van de story gekeken. Ik heb wel gewoon gameplay gekeken. Ik heb dus hier al mijn attributen voor me. Battle for Atlas. Oh, je hebt 3 save games. Ook heel nice. Ook heel veel moeilijkheidsgraden. Ook heel goed. Nog gewoon normaal. Ik ben echt heel erg benieuwd. Nu gaan we een piloot kiezen. Dit zijn alle piloten. Ik heb er nu nog maar 2. Ik heb Norman en
Ik ga deze erop zetten. Soort ninja. We gaan zien hoe die heet. Dus ik slide hem er zo op. Wow. Oh, dat had ik niet verwacht. Zo zit hij goed vast. Je moet ze wel goed vastklikken. Oké, hij heet Hunter. Vet. Een schip. Dit zijn dus alle schepen die ze... Hé, die heb ik allemaal. Ik ga natuurlijk voor deze. Lance. Plop. Oh, wat? No. Even opnieuw. Er zitten lampjes in de schepen. Dat had ik totaal niet verwacht. En geluid. Kijk, hier zit een lampje. Koppel een wapen. Ik moet toch wel voor de vlammenwerper gaan. Dus die zet ik op mijn rechterkant. Oh, het gaat ook echt meteen op beeld gebeurt het. Ik kan ook trouwens de vleugels customizen. Het ziet er misschien niet heel vet uit. Maar dan kan ik jullie een beetje laten zien. Oh, laat maar. Zo. Wat voor wapen ga ik daar opzetten? Ik wil even kijken wat die Iron Fist is. Wat is überhaupt de voorkant? Bereik. Oh, bereik is letterlijk niks. Laat maar. Ik ga voor een ice weapon. Zo. Hier. Ik ben gegaan voor deze ice weapon. En dus de vleugel van dit schip. Wat, het ice weapon geeft ook licht. Geeft het vuurwapen licht? Nee, dat niet. Alles zit goed vast. Denk het, hoop het. Let's go. Neergestort op de aarde, oké. Ik heb nu gewoon een supergroot schip op mijn controller. Oké. Is dat het Starlink Battleschip? What? We zijn er. Atlas. We zijn er. Juweel van de planeet. Ik weet het. Ik ben niet zo lief. Maar we stoppen even, want ik ga de giveaway doen. Wat je daarvoor moet doen om dit prijzenpakket te winnen, er zijn 3 winnaars trouwens, is mij volgen op Instagram en een comment achterlaten onder deze post. En in die comment moet staan waarom jij super graag wil winnen. En de winnaars krijgen binnen een week DM. En ik laat ook weten in stories wie die heeft gewonnen. Oké. Kijk! Welkom in Atlas. Oh, wauw, dit gaat op aarde zoveel hits opleveren. Dacht het niet. Hé, dat is Lil Lagens. Niemand mag hier iets over weten. En dat ga ik veranderen. Chase, Levi. Eén van jullie moet er buiten om Hunter te Ik dacht dat die andere uit Lil Lagens was. Hij zei dik, hoor. Zo, dikke tricks. Hé, dat is die ik heb, toch? Scan is klaar, St. Grant. Ongelooflijk. Het is bijna niet voor te stellen dat je dit al een jaar doet. Onze derde reis. Ik ben er nog steeds niet zat. De laatste was Alcyone, nu Atlas. Het artefact dat we hier zoeken kan de doorbraak zijn die we nodig hebben. We zijn dichterbij dan ooit. Dat is zeker. Hé, dat is Neptune. Is dit zo dik? Hij is echt groot. Oh, die vind ik ook heel dik. Die piloot. Pakketje zit in de problemen. Oké. Even onze oren aanzetten. Hoor je me? Wat is er gebeurd? Heb je hem? Ja, maar die gasten zijn niet zo dol op dieven. Gevoelige types. Kan wel wat hulp gebruiken. Ze gaat het niet redden. Ga naar de Equinox, we komen eraan. Ik ga naar de brug. Judge. Neem Mason mee naar de hangar. We moeten tijd rekken, zodat ik de motor kan starten. Weet je het zeker? Judge, hij heeft op Neptune. Oh, dat schip heet Neptune. Ze hebben Starlink gebruikt. Laat ze maar zien wat het kan. Neem mijn schip. Je kan het. Oké. Nee, is dat ook echt het schip wat ik heb gekozen? Oh nee, laat maar. Oh, dat zijn alle schepen die ze hebben. Dit wordt een spektakel. Ze hebben niet eens wapens. Hoe ga je dan winnen? Ontzettend afgebroken.
je dat al erg vindt. Boys, we zijn in space. Open space. Oké, jongens, ze komen eraan. Dus hou je hoofd koel en haal die levering binnen. Een scherpe geest maakt het verschil. Dit is dik. We zijn er meteen in. Shane, met wat mijn is wapens. Je status? Single? Iedereen hier is plantaardig of primitief. Ik bedoel of alles nog goed gaat. Ik leef nog. Toch? Mooi. Saint Grant is bijna klaar. Ik haat haar nu al. Maak je klaar om te gaan. Wat? Wow, dik. Kijk, ik kan hem met mijn wapen schieten. Flamethrower. Vijand neer. Oké, ik heb één iemand. Oh, zijn stem is echt dik. Kunnen ze ook overheaten? Ja, ze kunnen zeker overheaten. Yes, ik heb hem. Niet snel genoeg. Moet je dit zien? Zo, hé. Dit is weird, man. Battles in space. Ik kan dat eigenlijk op zo'n afstand niet eens volgen. Oh ja, ze kunnen inderdaad... ze moeten opladen. Het is niet overheaten. Oké, goed om te weten. Goed om te weten. Zo, volle hit. Mooi schot. Weer een minder. Oh, ik had hem net. Daar hem. Hey, goed gedaan, groentje. Bedankt. Hij is een groentje. Saint Grant, hoe gaat het daar? Ik ben er bijna. Zeg dat ze het nog even moeten volhouden. Doorbraak in de reactorboeg. Allemaal terug naar het schip. De reactor is kapot. We komen eraan. Wacht, nog maar eentje. Huh? Wat moest ik doen? Saint Grant. Oh, je wisselde van wapen, dik. Dat deed ik niet. Helaas. Wat? Wie zijn dat? Nee. Daar vlieg je dan met je schip. Wat? Ja, sorry dat ik een beetje stil ben, maar ik wil ook dat jullie het kunnen horen en zo. Nee! Sage! Hoe is dat de starting battle voor Atlas is geïnstalleerd? Wat? Ze zit in groen spul. Zo, daar gaan we schepen. Ik heb net een nieuw schip. Wat? Nee! Echt. Oef, ze hebben Saint Grant. De opa. Dus nu zijn we neergestort. Jup, we zijn inderdaad... Wat? Razor, meld je. Ik herhaal, de Equinox is gerest. Laat het volgen. Er is te veel storing. Ja, inderdaad, dat merk ik ook wel. Maar kijk, ik heb mijn wapens in ze. Oh, ik ben omgedraaid. Oh, dat is fijn. Oh, dat gaat heel makkelijk. Sage, zoek de Equinox en zet hem eruit. Oh. Nova voor Equinox is op. Alle lange afstandscommunicatie verstoord. Oh, dit, je ziet het ook veranderen. Oké, ik wou het even testen. Ik moet het schip zelf zoeken. Dat is een oef. Maar kan ik dingen looten? Oh ja, ik kan inderdaad dingen looten. Zo. Oké, vet. Heel dik. Dit schip kan ook wel echt heel snel. Het hovert ook zo cool. Oké, we zijn bij de objective.
We moeten weer verder. Verlaat het kloof. Of de kloof. Woehoe. Oh, ik krijg niks. Oh. Bam. Maar je kan dus gewoon je wapens besturen. Je kan links schieten. Beide of rechts alleen. Dat zijn vijanden. Oh, yes. Vlammenwerper. Oké. Die heb ik. Dus wat ik dus nu ga doen, is ik ga deze plasma wapen ga ik aan mijn schip vastdoen. Want die is sterker tegen de enemies die ik nu ga bevechten. Dus let's go. Oh ja, deze moet je ingedrukt houden. Ja, ik heb deze game al eens eerder getest. Dat heb ik helemaal vergeten, joh. En toen had je dus dit plasma wapen. What? De Equinox. Weer enemies. Gebruik een combinatie. Oh, die moet ik weer verwisselen. Nou, ik hou deze. Niet veelzijdig, deze wezens. Oh, zo, wat? Oh, dat plasma wapen is heel sterk. Yes, 2-1. 2-1. En dan die is laatste. Oeh. Bam, lekker. Oké, die hebben we. Hunter, ben jij het? Ja, waar is de rest? Het is goed, iedereen is er. Goed, we moeten hergroeperen en zoeken naar St. Grant. Dat kan niet. Die Engels die St. Grant hebben, hebben onze reactor. Er is er nog één, maar zolang we zonder brandstof zitten, komen we nergens. Dan zoeken we meer brandstof. Er moet een manier zijn. Misschien wel. Pak je kaart. Pak mijn kaart, hoe dan? Daar is je schip. Alles beweegt zo. Je moet alles kunnen zien binnen het bereik van de scanner. De rest van de planeet is onbekend terrein. Nog wel. Razor, ik ontvang een buitenaards signaal vlakbij. Denk je dat daar iemand is? Ga maar eens kijken. Probeer de kaart gerust eens uit. Je hebt er nu nog niet veel aan, maar zodra we meer ontdekt hebben, kan het heel handig zijn. Oh, nee. Ik wil naar de objective. Begrepen. Ik ga hulp zoeken. Voorzichtig. We weten niet wat zich daar bevindt. We gaan naar het signaal. Ik kan gewoon dat volgen. Oké, we gaan gewoon lekker naar de objective. Een killer robot. Killer robot? Wat? Oh, ik kan vliegen of niet? Ik heb hier alleen maar een paar Drakes en cyclopen gezien. Wacht eens even. Is dit normaal voor jullie? Wend er maar aan of ga naar huis. Het legioen is hier langer dan wij allemaal. Dik hoor, dit schip. Ik zeg de hele tijd dik hoor. Check dit. Ik zeg geen shit. Oh. Yo, ik wil jullie niet bevechten. Eén ding. Ja, hé, ik ben er niet hoor. Ik ben er niet. Yo, wie ben jij? Het leven hier buiten kan zwaar zijn. Ga eens langs mijn werkplaats. Ik zal ze opsporen. Oh, ik heb serieus gewoon een quest. Starlink database. Missie afblazen. Nee, ik wil eerst deze side mission doen. Dat vind ik leuk. Maar zijn ze te vertrouwen? Daarna ga ik voor de quest. Wij zijn hier als voor de main mission. Gevonden. Oh, is dit wel gewoon mijn normale missie? Wacht, jij bent Thicket niet. Oh, waar is mijn assistent als je hem nodig hebt? Ik vorm geen bedreiging. Mijn vlaggenschip is neergehaald en ik heb brandstof nodig. Kun je helpen? Hm? Oh, sorry. Ik ben in de war door mijn vermiste assistent. Je hebt toch niet toevallig een bladerig ventje zien rondlopen, hè? Nee. Maar waarom helpen we elkaar niet? Ha, ik zeg daar nou gewoon niks. Ik heb een baken laten plaatsen. Ze maken geen schijn van kans. Oké, ik accept alles, joh, boeien. Oh, je hebt net vrienden gemaakt met een alien. Je schrijft gewoon geschiedenis. Ja, hij leek een beetje... Ja, ga maar weg, Dylan Hagens. Blijkbaar hadden die sci-fi boeken toch gelijk. Ik noem nu ook gewoon Dylan Hagens. Een leguaan? Ik mag hopen dat dat een compliment is, vriend. Oh, ja. Ze hebben ook echt... dat had ik niet verwacht. Dat zou gebeuren. Ik dacht, ja, ik kan goed tegen alles aan. Dit is een T-Rex, zie ik. Nest. Wat kun je er nog meer over vertellen? Impen. Nare kleine machines. Van het legioen zijn zij het meest irritant. Ik kan het best met ze omgaan door... niet met ze om te gaan. Maar verbranden schijnt... Ja, vijandanalyse snap voltooid. Ik ook wel. Structurele kwetsbaarheid gevonden. Ja, ik heb deze wapens. I'm ready. Om het aan te vallen. Heb ik het impnest gevonden. Dus daar komen de impen vandaan. Dit gebouw stuurt ze op een of andere manier aan. I'm ready to attack. Die dingen weer. Oh, er zijn imps.
Oké, dat is één ding wat ik dan weer niet had verwacht. Dat er flipping imps kwamen. Oh, ze gaan ook echt naar die plasmabal toe. Lekker, ik doe heel veel damage. Hij is al bijna kapot, het impsnest. Maar je kan ook beide tegelijkertijd schieten. Oh, kan ik... geweldig. Ik kan ook achter me kijken, dik. Maar je kan ze dus beide tegelijkertijd chargen. Ik heb Electrum voor je klaar liggen, zoals beloofd. Oh, je dingen kunnen ook level up gaan. Ik vind het zo... Nova, waar kom je ook alweer vandaan? Nou, de meeste van ons komen van de planeet Aarde. Amerikaans Samoa, om precies te zijn. Je kunt hier alleen naar Nova komen als je het uit de kern van een extractor haalt. Maar iedereen praat ook gewoon Nederlands. Echt geweldig. Andere planeten. Aliens. Ziet het op je kaart? Wat? Nu we deze sterrenwacht hebben geholpen, is ons zicht op de planeet toegenomen. De Legioen-extractor. Dat is dus ons doelwit. Maar daar moet ik een hoger level voor zijn. Daarvoor moet ik level 3 zijn. Tenminste, het moet denk ik niet. Wat moet ik dan nu doen? Extractors zijn legioenmachines. Voor mijn tijd waren ze makkelijk te bergen. Maar sinds het Oh, ik ga nu wel gewoon naar deze missie toe. Maar dat wil ik niet. Want daarvoor maar ben ik... Oké, nou. Weet je wat? Ik ga er wel heen. Ik zie wel of ik dood ga. Breng me de kern, dan is het goed Ik zie het wel. Yes, ik heb niet meer heel veel tijd. Jammer, ik wil dit meer spelen. Die storm is niet normaal. Nee, inderdaad. Moet ik hiervoor niet hoger level zijn? Oké, ja, mij maakt me niet uit. Oké, het maakt me wel uit. Ik heb geen zin meer om de dingen aan te vallen. Ziet er een beetje wild uit, laat ik het zo noemen. Die. Oké, ja, heb ik allemaal. Let's go. Dat wordt een uitdaging. Weten we dit 100% zeker? Ja. We hebben geen ander idee. Eerst moet je de nodes langs het gebied raken. Richt op de rode energiecellen. Zodra die uitgeschakeld zijn, ligt de kern van de extractor open en bloot. Let's go. Yes. Die plasmaballen die gaan gewoon op die energiebal. Yo, ik ga heel slow op een of andere manier. Ik moet dus op die energieballen richten. Oh, ze moeten kapot gaan. Oké, goed om te weten. Oh, ik ga die dingen ook even kapot maken. Of doodmaken, sorry. Ja, ik weet niet wat het zijn. Robots of zo. Oké, yes, die hebben we. Ik moet meer gaan dodgen. Oh, zag je die niet van mij? Kom op. Ik moet me even minder hierop gaan focussen, hè. En wat meer op dat ding. Yes. Zo ja, de nodes zijn uitgeschakeld. Die hebben we. Dit is je kans om de extractor te raken. En ontwijk die lasers. Oeh. Oeh. Ik ben een beetje stil. Ik vind het leuk. Het is een beetje intens. Hup. Nee, hij is weer dicht. Hij is dicht. Hoezo is hij dicht? Wat moet ik nu? De nodes gaan weer aan. Je moet ze uitschakelen voordat je de extractor schade kunt toebrengen. Oh, ik moet ze allemaal? Yo, ik pak hem even. Hey. Hem even, ja. Dan ga ik deze gewoon met mijn vlam bewerpen. Yes. Zo, dan pakken we die. Kom op. Ik ga gewoon eerst voor deze. Dit is eigenlijk... Nou, ik weet niet of dit voor level 3 is. Maar volgens mij is dit niet echt voor mijn level. Want het stond er ook bij. Het stond ook in het rood. Blijf die dingen gewoon spammen. Oh, kijk uit voor die laser. Die laser komt niet zo heel ver. Lekker. Die hebben we heel bijna. Ontwijk ze of zoek dekking. Oké, rustig aan. Ik ben bezig. Oké, die hebben we. Oh, die is heel mooi. Ik ga er recht in. Oh, ik vind dat dodgen leuk. Ook uit. Ook. Blijven bewegen. We moeten blijven bewegen. Die stralen zijn gelukkig niet heel sterk. Ik regen heel snel weer. Oké, yes, die hebben we. Nu gaan we voor het midden. Oh! Oh, yes. Kom op. Got him. Heb ik hem? Yes, ik heb hem.
Er was plek voor 3 van die energieballen als je er te lang over doet, denk ik. Uitgeschakeld. Super. Pak nu die kern en weg deze daar. De kern zit in het midden van de extractor. Pak hem goed vast en trek hem eruit. Maar niet te hard. Oh. Ik heb het. Galactisch. Nova is zo zeldzaam. Jullie kunnen hier een fortuin mee verdienen. Ik weet niet echt. Kun je niet meer Nova maken? Konden we dat maar. Helaas, ondanks dat er genoeg elektrum te vinden is, weet niemand hoe je het moet verwerken. Dus het enige Nova wat over is, zit in die machines. En ja, we zijn niet allemaal zo dapper als jullie. Wauw. Oh. Ik vraag me af of Saint Grant dit weet. Wat zei je? Onze kapitein, Saint Grant. Oh, ik snap het nu, dat trekken werkt. Zo zijn we hier gekomen. Ja, het is een beetje moeilijk uit te leggen. Jullie kapitein kan Nova maken. Ik ga dit even allemaal harvesten. Bij de sterren, waarom zei je dat niet? Zulke kennis kan het hele systeem verstoren. En hij is vermist, zeg je. Daarom zijn we hier. Aha, fascinerend. Oké. Nou, ik vond deze missie echt leuk. Het is een goede intro-missie. Ik wil er ook meer van maken, maar deze video was meer een soort introductie. Ik ga sowieso 1000% een video maken samen met iemand anders waar ik dit co-op ga doen. Ja, je kan co-op doen. En dan gaan we dus ook wel een beetje uitpakken. Gaan we hier de rest uitpakken. Dan gaan we nog veel meer spelen. Gaan we veel meer missies doen. Gaan we echt een beetje grinden. Gaan we samen een beetje fun maken. Ik heb er echt super veel zin in. Laat een like achter als je het super awesome vond. En zie ik jullie bij de volgende video. Later!